Afgelopen woensdagavond rond 10 uur is de brandweer van Heilo opgeroepen voor een autobrand op de Holleweg in Heilo. Een rode auto stond op het achtererf van de Holleweg 39, waar de eigenaar wat kluswerkzaamheden aan de auto aan het uitvoeren was. Door onbekende oorzaak vatte de auto echter vlam. De eigenaar kreeg het zelf niet geblust, waardoor de brandweer werd ingeschakeld. Doordat de auto zeer dicht tegen de zijkant van het huis van de buren op nummer 41 stond, heeft de brandweer uit voorzorg deze bewoners geëvacueerd. De eigenaar heeft diverse brandwonden opgelopen, waardoor de ambulance ook ter plekke moest komen. De achterzijde van de auto is totaal uitgebrand. Nee, maar dat wordt het wel. Dat wordt het wel. Want de zon er vandaag af.